maand. Op 5 april pakt Goede Tijden, Slechte Tijden echt groots uit als de soap haar 6000ste aflevering alweer uitzendt op RTL 4. Trouwe fans van de serie die worden getrakteerd op een ware minifilm met daarin een glansrol voor Wie is de Mol-finalist Sarah Kronis. Waar Goede Tijden, Slechte Tijden haar vorige mijlpalen viert met een bloedstollende verhaallijn in een verlaten huis. Weten jullie misschien waar Charlie is? Of een heet en spraakmakend slippertje. Vertrekt de cast voor de 6000ste aflevering naar Lapland om daar het vrijgezellenfeest van Amir te vieren. Wil je me trouwen? Mijn personage is te zien in Lapland. Daar brengt zij eigenlijk het hoofd van alle mannen op hol. Ik vond het een sprookjesachtige setting eigenlijk voor deze fantastische minifilm die we hebben gedraaid. Soapgroentje Sarah valt met dit feestelijke snoepreisje linea recta met haar mooie neusje in de boter. Heel leuk, want we zaten met z'n allen in één huis. En s'avonds werden er spelletjes gespeeld. We hebben het Noorderlicht met z'n allen gezien. En ik ben natuurlijk nieuw. Maar de groep was heel lief en super welkom, heb ik me gevoeld. Dus het was echt een feestje. Ondanks dat warme onthaal is het voornamelijk klappertanden voor de acteurs. Het was heel koud. We hebben de min 38 ook aangetikt. Dus bevroren wimpers en koude tenen. Maar des te leuker was het wel. We hebben echt een enorm goede tijd gehad. En de beelden liegen er niet om. Het wordt echt prachtig.